dat is nou nog eens even toevallig. We zijn weer samen. Ah, hallo beste kijkers. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Enkie. En wat leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Ik ben vandaag weer gewoon lekker op vakantie. Lekker weer vrije dagen. Dus ik heb geen idee wat ik ga doen. Met mijn vrije dagen ben ik altijd met deze auto. Want dat is het gezelligst van allemaal. En meestal in die vrije dagen rijd ik altijd rondjes. En dan kom ik altijd leuke, gezellige mensen tegen. En dan gebeurt er van alles. Maar wacht. Wachten doe je altijd midden op een kruispunt. Voordat de video begint, like allemaal even de video. We gaan voor 3000 likes en abonneer allemaal even. En als je dan zegt in de comments, ik ben geabonneerd en je bent echt pas net geabonneerd, dan geef ik hem een hartje. En ben je al geabonneerd, dan hoef je niks te zeggen. Dan ben je alsnog heel goed. Dan moet je gewoon liken. Nou, kijk eens. Ik heb mijn nieuwe huis gevonden. Ik denk dat ik maar lekker hier ga wonen voortaan. Vind ik wel lekker warm en gezellig. Ah, het zit wel lekker warm hier hoor, zo. Veel te gezellig. Lekker warm bij het vuur, zo. Dat is wel echt lekker. Echt ook lekker veiliger, zo, weet je. Allemaal gezelliger. En er rent wel iemand over straat. Dat is dan weer niet helemaal de bedoeling. En, hey. Heb je niet koud? Nee, ik zit wel lekker bij het vuur hier. Lekker warm. Hoezo? Nee, ik weet niet, je zit hier ook zo alleen. Hoi. Ja, ik vond het wel. Ik dacht lekker warm vuurtje. Ik had zo koud in mijn auto. Heeft er geen verwarming? Ja, hier rechts. Je ziet die toch? Ja, maar in de auto. Oh, nee, in de auto niet, nee. Misschien het karton vervangen voor ander materiaal. Wat zou ik het dan ooit voor moeten vervangen, joh? Sterker materiaal. Dit is toch carbon? Nee, dat is karton. Auw, nou dan is het. Auw, daar snap ik het al. Jongens, ik ga op een Gerard bellen. Hey, Piet! Hey, Piet! Hey! Nou! Wat is dit nou een toeval dat ik jou gewoon hier tegen kon staan? Ik denk... Hey! Ik ben je nou kaal? Hey, ik dacht, ik bel jou gewoon eventjes. En in één keer sta je hier. Nou, dat is toch zo'n toeval. Maar hoe is mijn Jackie? Ja, goed, goed. Ik vind het wel heel leuk dat ik jou hiermee zou weer tegengekomen. Ja, mijn bandjes aan het opwarmen. Het is wel lekker gloeiend. Ja, maar hoe stond je dan aan de weg? Nou, omdat je me belt, kan ik niet meer goed sturen. En dan ben ik dus nou, dat snap ik. Ik laat wel even zien hoe ik mijn bandjes opwarm. Oké, kom, ik stap erin. Of moet ik hier staan? Ja, maakt mij niet uit. Ik sta wel. Oké, moment. Dit is hoe opa Gerard zijn bandjes opwarmt. Oh, gewoon rondjes rijden. Hij rijdt gewoon rondjes en dan... Is dat hoe die ze... Oh, kijk. Van links naar rechts. Van links naar rechts. Van links naar rechts. Gerard, pas op. Gerard, gaat het nou? Gaat het nou? Wat deed je nou? Je knalde tegen die auto aan. Ja, mijn koplamp is stuk. Ik zag dat je auto op ging warmen, maar dat was volgens mij niet helemaal de bedoeling wat je nu deed. Je hebt wel de bandjes opwarmd. Ja, maar nu is de bandjes opgewarmd, maar nu is de koplamp stuk. Ja, maar er zijn 4 bandjes warm en 1 koplamp stuk is toch goedkoper. Ja, dat klopt, dat klopt. Wat gaan we doen, Henk? Weet ik niet, het Blokkenpark, dat is altijd gezellig. Oké. Okay. Volg jij mij? Nou, op een gegeven moment bij Blokkenpark is het altijd gezellig om leuke dingen te gaan doen. Dus laat ik maar snel in mijn auto stappen. Nou, lekker op pad met... Oké, op een gegeven moment, tactiek is dit zo. Zo maak je de autobandjes warm. Hij moet wel oppassen hoor, die Gerard. Hij gaat wel helemaal tekeer weer. Hij gaat weer helemaal tekeer, die oude man. Gerard, pas nou op. Gerard, oppassen. Auw. Gerard, wat doe je nou? Auw. Hey, wie ligt hier op de weg? Meneer, gaat het met u? Nee. Wat is er gebeurd? Jij sprak me net over het kampvuur. Ja. Wat is er gebeurd? Nou, die auto die vindt me niet zo lief. Welke auto? Die net langs reed. Deze. Nee, die andere die ik net weg is. Ik zou wel even aanspreken die auto hoor. Meneer de auto, niet meer doen. Hallo, niet meer doen. Henkie. Wat is er? Auw. Maar welke auto heeft je aangereden? Dan ga ik hem pakken. Die is al weggereden. Hoe zag je eruit? Hij was zwart die auto. Hij raakte meneer in zijn hart. Dit is hem! Dit is hem! Ja, dat is hem! Nee, dat doet niet! Hoe durf je dat nou, hé? Zal je auto aanrijden? Ja, wat ben jij een lap? Een lap, schat. Is hij daar? Nog één keer en ik zweer je bent gelukkig. Ik krijg toch van mij gewoon een kilometer ook. Kom dan! Ben je op kal? Oh jee, Oké. René Gerard, we moeten gaan. Dank je wel weer. Kijk, hier links heb je die sukkels weer. Dat zijn sukkels, hé. Oh, volgens mij is het gewoon. Gerard! Ik kan toch niet rijden, jij zegt het. Nee, dat klopt. Oh, deze vogels helemaal niet. Ze zijn helemaal niet zo interessant. Ik moet heel even langs de winkel, Gerard. Heb jij ooit wel eens. Ik heb laatst gezien dat mensen krasloten kopen. Denk je? Ja? Niet doen. Hoezo niet? Je maakt alleen maar verlies. Nee, joh. Weet je hoe goed ik de anime ben, denk ik? Je gebruikt het woord, denk ik. Ja, ik denk dat ik gewoon heel goed ben daarin. Ja, in ieder geval genoeg zelfvertrouwen. Dus hoeveel heb je nodig, Henkie? 45 euro. Jezus. Of 42 euro zelfs. Maak hem maar 80 euro. Oh,
Oké, kijk Gerard, ik ga een kraslot winnen. Uh-oh. Zo, ik heb er eentje gekocht voor 245 euro. Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Haal die zin nog eens, Henk. Ben je er klaar voor? Nee, daarvoor. Ik heb voor 245 euro een kraslot gekocht. Ben je helemaal betoeterd? Ja, maar kijk wat ik ervoor terug win in 3, 2, 1. Helemaal niks! Stap in! Stap in! Stap in, Gerard! Gerard, stap nou in! Henkie! Gerard, stap in! Henkie! Stap nou in! Kom op, schieten! Mijn hoofd! Dan maar weg, hier. Meneer! Het is dood. Henkie! Meneer, gaat het met u? Henkie! Gaat het met u? Gaat het met u, meneer? Ik op slot doen, want anders kunnen man, ik ging over het zebrapad, wat doe je? Ja, nou ja, ging met je skateboard. Hier zie ik geen zebrapad hoor, waar jouw bloed ligt. Man! Nee, ja, omdat ik helemaal hier naartoe ben gevlogen. Ja, oké, dat is misschien ook. Je bent echt onnozel. Hoezo onnozel? Jullie rijden gewoon... Ja, maar, ik heb politie uitscholden. Weet je wat je op je hoofd hebt? Ja, een helm. Ja, je moet even omrijden. Ik ben het Jullie moeten even van de weg af. Je moet even omrijden. Meneer, je moet even omrijden. Dat is niet de bedoeling wat u nu doet. Ja, wat is er meneer? Ja, agenten worden ook trouwens stommer, hè? Ja, agenten die snappen er ook niks meer van tegenwoordig. Jongens, zullen jullie even de auto langs de zijkant van de weg zetten? Pas op, meneer. Die staat in het bloed van de skater hier. Ja. Oh. Skater, je mag even Jeff. Je auto daar langs de stoep zetten. Niet op het midden van de straat. Okay. Dat is niet bepaald te parkeren. Zal ik hem langs de stoep zetten? Ga zijn de kant jij. Oh, ik wil achterin. Gele banaan. Oké, op de stoep. Pas op. Ja, niet de auto. Jij mag verder op de stoep staan. Hé hey jongens, hebben jullie ooit wel eens voor de politie weggereden? Ik ook. Nee. Nou, dat is jullie de eerste keer, dan gaan we. Kan je me wel even naar het ziekenhuis brengen? Oh, je moet naar het ziekenhuis? Ja, dan gaan we wel naar het ziekenhuis. Mijn been, jongen. Kijk, nu hebben ze niet door dat we deze kant weer op gaan. Zie je? Nee, ik denk het ook. Ah ja, dit hebben ze niet door, nee. Opa, wanneer ga je weer haar laten groeien? Dat lukt niet. Opa, ze hebben geen aangroei. Ja, ik zit hier achterin, joh. Maar met dat bolletje dat schijnt in mijn gezicht. Ja, maar ik kan geen haar meer laten groeien, omdat ik heel oud ben en al mijn haarzalenstaartjes dingen zijn op. Die zit zeker op een andere plek. Oh, Henkie! Niks aan de hand. Niks aan de hand. Zie. Hoppakee. Ik ben er zo weer. Ja, wij wachten op. Ja, wat een sukkels. We gaan helemaal niet wachten. Doei, Henkie. Ja. Ik kreeg een plingetje, maar ik heb een boete gekregen omdat mijn auto verkeerd geparkeerd staat. Heb je een boete voor? Wat is ooit de boete? Illegaal parkeren. Illegaal parkeren? Nou, dan gaan wij je auto even wegzetten. Nee, ik ga die man die dat heeft gedaan helemaal net zo klein maken als een mier. Wat een idioot. Hoe ga je dat doen dan? Ja, ik heb een pistool toch? Oh, je hebt natuurlijk een pistool. Dan gaan we zijn handen omhoog laten doen. Ja, dat is leuk. En dan sla jij hem zo hard dat je bewusteloos valt. Stop hem in de kofferbak. Dat is misschien niet zo'n heel slim idee om te doen. Maar we kunnen wel gewoon aanhouden. Voor illegaal boetes geven. Dat is misschien wel goed, hè? Dat is... Hekkie. Wat? Achter je. Ja, maar we moeten nog steeds illegaal boetes geven. Dat was een paal. Zijn er. Ben jij de eigenaar van deze auto? Nee, maar die oude man daar wel. En we gaan jou een boete geven voor illegaal boetes geven voor illegaal parkeren. Je gaat mij een boete geven voor dat ik jou een boete heb gegeven. Ja. Voor de boete illegaal parkeren. Ja. Nee, dat doe ik niet. Dat is illegaal boete geven, dit. En hoeveel is deze boete? Ik stuur je nu een factuurtje van 300 euro. Ja, u kan bij mij meekomen. Oh, u wil ook een boete? Nee, u krijgt van mij een boete. Oh, nou dan kunnen we die weer doorverkopen aan die man. En ik wil even uw papieren zien. Ja, dat mag. Hoezo wil jij mijn papieren zien? Ik hoef uw papieren niet te zien, alleen ik wil je mond leeg. Gerard, je moet even je papieren aan hem laten. Gerard, loop nou even met mij mee. Nee, ik blijf hier lekker staan. Gerard, ik ga nog een keer lief vragen. Ja, ik ga het lekker lief vragen. Wil jij even weggaan? Ja. Gerard, je moet gewoon even met die man hier mee lopen, oké? Okay? Hij vraagt het heel lief. Nee. Ik vraag niet naar opa Gerard. Omdat u degene was die het voertuig bestuurde. Nee, ik heb niks bestuurd. Dus u zat niet aan de bestuurderskant? Nee. Dat weet u heel zeker. Dat was die oude man daar, die wegreed. Die oude man die stapte uit aan de bestuurderskant. Ja, toen ben ik het stuur overgenomen, omdat hij niet op de weg uitstapt. Dat klopt toch ook niks? Nee, meneer. Papieren willen zien? Hé, ja, je mag mijn papieren zeker hebben. Die zegt dat hij uit de bestuurderskant kwam. Ja, dat zeg ik toch ook. Ik ben uit de bestuurderskant gekomen, maar Gerard heeft hem niet op de weg stilgezet, dus ik zet hem even aan de weg. Oké, en heeft u ook een rijbewijs? Ja, die geef ik ook wel even. Kijk, dat is uw ID-bewijs, niet uw rijbewijs. Denk je dat? Die moest ik toch geven? Waarom is het zo druk hier? Oké, wacht, ik geef nu mijn rijbewijs, oké? Ik zie nog steeds geen rijbewijs meer. Oh, ik geef hem nu mijn rijbewijs. Hoppakee. Nog steeds geen rijbewijs. Wat ziet u dan? Een ID-kaart. Ja, dat is toch mijn rijbewijs? Dat is geen rijbewijs. Oh, dan geef ik, oké, dan heb ik het door nu. Ik geef u nu mijn rijbewijs. Dit is nog steeds uw ID-kaart, meneer. Gerard, heb jij misschien een rijbewijs voor me? Je hebt een roze pasje ook, hè? Ja, maar die heb ik niet. Heb jij die misschien voor me, Gerard? Dat zouden we ook kunnen doen, hè? Zodat we je agent dus je rijdt in de kofferbak zonder stoppen, een roze pasje. Dus in de kofferbak stoppen?
Ja, dat Henkie. Gaan we met die petty. Ja, oh, ja, ik kan ook. Meneer, wilt u meelopen naar de auto? Nee, Henkie, je hebt zeg maar... Jij bent zo'n ambassadeur van roze. En dan ja. heb je geen eens een roze pasje. Ja, die heb ik in mijn auto die laten liggen. Die moet je hebben om auto te rijden. Die ligt toch in mijn auto? Nou, dan mag je hem er even uithalen. Oké, die haal ik wel even op. Ja, ik kom er niet in. Dan blijf eruit. Ja, maar ik moet toch mijn pasje pakken. Ik maar ik kom niet meer in mijn auto. Ja, nou, dan kan ik hem helaas ook niet pakken. Ik kom er echt niet meer in. Nu moet u het maar op mijn woord aannemen, meneer. Ik kom er echt niet meer in. Dan moet u het maar van mijn woord aannemen. Nou, dat ga ik niet doen. Ja, maar ik kan toch niet in mijn auto. Ik kan een systeem opzoeken. Kan jij mijn raampje niet intikken? Ik kom er gewoon echt niet in. Nee, dat weet je. Laat maar eens. Ja, probeer jij maar. Ik kom er gewoon echt niet in. Gerard, zet je auto aan. Heb je dit zelf gemonteerd? Ja. Ja, dat merk ik. Het slot doet het niet zo goed. Ja, het is een stom slot, hè. Ik snap ook niet waarom je het niet doet. Ik wil echt maar die pasje, die heb ik gewoon in mijn dashboard liggen. Sesam, open nu. Ik kom er gewoon niet in. Wacht, ik heb geen idee. En van deze kant. Rij Gerard! Ik heb helemaal geen rijbewijs. Waar gaan we heen? Weg hier gewoon. Gerard. Ja, hoe gaan we dit oplossen, Toos? Ik heb geen Toos. Je wilt een wijn de Toos noemen. Toos, hoe gaan we dit oplossen? Ik weet het niet, Toos. Hier naar links. En dan weer naar links. Gelijk nog een keer naar links, oké? Vertrouw me. Goed zo. Kijk, dit snappen ze niet. En dan hier nog een keer. Oh, ze zijn ook met z'n drieën. Hier nog een keer naar links. Goed zo. En hier nog een keer naar links. Goed zo. En dan zometeen nog een keer naar links. Pas op. Oké, en dan nog een keer naar links. Ja, goed zo. Goed zo. Nu zijn ze ons kwijt. We zijn vrij. Ze zijn ons helemaal kwijt. Pas op. Gerard, doe dat niet. Gerard, stoppen. Normaal rijden. We moeten wegkomen. Dit gaan ze niet snappen. Als je nu naar rechts gaat. Gerard, stop nou. Pas nou op. Auw. Inboxen. Gerard, we moeten ontsnappen. Rennen, Gerard. Ga er nu stuk allemaal. Oh, gewoon. Liggen blijven. Huh? Auw, ik lach al. Wat heb je nou gedaan? Ik heb recht op een 1 belletje en 1 donut. En niks paar bonuspunten bij jullie. Kunt u die boeien iets lossen doen voor me? Nee. Ietsjes maar. Ze doen echt een beetje pijn. Ietsjes, meneer. Nee, ze zitten prima. Nee, ze doen pijn. Ja, dan moet je maar niet weglopen voor ons. Ja, maar ik was aan het wegrennen, niet aan het weglopen. Tot zo, Gerard! 42-2 status 5 heeft meer bij over. Ik haal je even uit het voertuig, hoor. Ja. Je hoeft me niet uit te gooien. Mag ik in dezelfde cel, Gerard? Nee, laat maar. Hoezo niet? Er zitten 2 bedden. Oké. Okay. Niet zo ver. Mag je dat tegenover, alsjeblieft? Tenminste, tegenover. Wat gebeurt er? Gaat het goed, meneer? Ja, je doet me telkens. Je gooit me net ook al uit de auto. Hey, Gerard! Hoi! Maar meneer, ik kom er net achter dat ik wel mijn rijbewijs heb, dus dit is allemaal nergens voor nodig. U heeft wel een rijbewijs? Ja, we kunnen gewoon vrij en weg hier. Zou ik dat graag even voor u willen zien? Ja, dat is geen probleem. Hé meneer, dat is uw ID-kaart. Nou, ik ga in ieder geval even opzoeken of u een rijbewijs heeft. Ik heb wel. Jij bent met Henkie bezig? Ik ben aan het proberen te controleren of hij wel of geen rijbewijs heeft, maar tot op heden. Het is heel simpel, als je zijn ID-kaart hebt, zoek je het gewoon op een systeem. Als er niks uitkomt, dan heeft hij niks. Ik heb het gecontroleerd, maar hij heeft niks. Die ligt toch in mijn auto? Hij zit toch gewoon niet in het systeem? Hij ligt in mijn auto! Maar, ja, Henkie, er zit wel een verschil tussen een rijbewijs van Legoland en een rijbewijs die je haalt bij het CBR, hè? Maar wacht, als ik u nu nou mijn rijbewijs geef, wat zegt u dan? Ja, dat kan ik ook niet. Oké, ik ga hem nu aan u geven. Ja, Henkie. Welke recht had ik ook alweer? Ja, dat weet ik ook niet. Recht op de advocaat. Mag ik ook 1 belletje doen, toch? Ik ga 1 belletje doen. Oké, kijk eens, ik mag 1 belletje doen in dit zo. Ik weet dan precies wie ik ga bellen. Opa Gerard. Met Johan van Piet. Hey Gerard! Ik zit in de cel en ik mocht 1 belletje doen. En jij bent het enige contact in mijn mobiel, dus ik ga jou bellen. Oh, gezellig. Dus hoe is het? Ja, goed is het met jou. Ja, goed. Kan jij mij een keer helpen om uit de cel te komen? Ja, dat zou wel kunnen, denk ik. Oké, dan zou ik... Als jij mij helpt, help ik jou, oké? Dan ben ik jouw advocaat en dan ben jij mijn advocaat. Dat vind ik een goeie. Dat is een goeie, hè? Doen we dat. Oké, doen we dat. Dan spreek ik het af. Ik zeg maar dat ik gewoon een hele dure advocaat heb, oké? Doei. Wat een sukkel. Ik heb een advocaat geregeld. U heeft een advocaat geregeld? Ja. Oké, en wat is de naam van het advocaat? Opa Gerard. Oké. Een hele dure. Dan kan ik zonder onderzoek te doen al zeggen dat meneer niet in staat is om uw advocaat te zijn. Hé, meneer agent, als ik jou nu heel veel geld betaal, dan kan je me dan de meneer, ik betaal u meer. Omkoping, duidelijk. Ik betaal u meer. Zou ik hier ook nog even bezig? Ik betaal 1 miljoen. Zoveel heb jij wel niet, Gerard. Je hebt niet eens geld voor haar. Wat is er aan de hand?
Maar we hebben net een agent voor zijn snuffer gereden. Je hebt hem neergeschoten met ons persoon uit de koffer. Ik sta op, Gerard. Ja, Gerard heeft een agent neergeschoten. Ja, dat komt hij ook op. Dat is al een paar dagen geleden. Niet toe, Gerard. Zou je hem niet kwijt of zo? Waarschijnlijk was het niet belangrijk. Oh ja, en dat kind in de kofferbak, hebben jullie wel gecontroleerd of die nog aan hem? Oké, heb je nog meer dingen gedaan? Ik heb een keer egel tussen een schroefbank gedaan. Een egel tussen waar? Nou... Gerard, stop nou! Jullie krijgen beide een taakstraf van 15 taken. Even afwachten of jullie op hetzelfde gebied worden ingedeeld met de taak. Ik verwacht van wel. Ik heb daar verder echt geen invloed op, dat doet de gemeente allemaal, dus... Ik hoop het wel. Jullie moeten in ieder geval dan die taken verrichten. Dat is gewoon schoonmaken, dat kan een parkeerplaats zijn. Dat jullie een beetje bijdragen aan het milieu. En aan een goede stukje voor Roeveen. Dit is in verband met voor jou dat jij op de stoep bent gereden. Dus een stukje roekeloos rijgedrag. Het negeren van een rood stoplicht en het rijden zonder rijbewijs. En daarna ook medeplichtig zijn aan het vluchten van de politie. Want Gerard had mond voort. Ja. Hey! Oh! Wat deed dat nou, Gerard? 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 Oh, Gerard! Gerard, wat doe je? Wat gebeurt er nou? Ja, weet ik ook niet. Ik moet even een duikvlug gaan maken. Nou, ze zijn er bij Blokkenpark, maar ik zie geen Blokkenpark hier. Nee, nou, ik ga naar huis. Doei. Gerard, we moeten taken uitvoeren. We hebben taakstraf. Ja, als je dat niet doet, dan? Ja, weet ik niet, maar hoe voer ik die uit? Ja, dan ga je gewoon vegen. Dan pak je zo vegen. Ja, bij iedereen is het anders, maar... Oh, wacht, ik ruim het wel even op. Ik zal even opruimen, zo, kijk eens hoe goed ik het zand naar een ander plekje veeg en dat het daar lekker blijft liggen. Ik haat hem echt volledig. Welke agent? Ja, die man heeft het weggestuurd. Oh, ik heb geen outfit. Kijk, mijn outfit krijgen ze niet uit. Die van jou wel. Mijn is het gewoon echt vastgeplakt. Ja, lekker is dat. Ja. Oké, ik zal deze... Gaan we even taakstraf uitvoeren gewoon? Ja. Hey, nee, Gerard, is mijn plekje. Hey. Hier ga ik al vegen. En weet je wat het stom is, Gerard? Ja. Zodra wij hier klaar zijn, hoe gaan we terug naar huis? Oh, dan word je opgehaald en dan word je naar het politiebureau gewerkt. Echt? Oh, prima. Maar ik zie geen... Oh ja, hier moet ik ook een taak uitvoeren. Ah, zo. Nou, we gaan even de laatste. Ik ben 18 taken. Dat vind ik zoveel. Henkie, waarom vegen alles naar mij toe? Ja, nou, dan mag je uit weer verder vegen. Ja. Meen je dat we hier moeten gaan vegen? Oh, wat moeten we hier doen dan? Wat is dit? Oh, je gaat... Ik help je wel een beetje. Ik schep het wel naar jou toe. Gerard. Ja? Ik moet nog één laatste taak en dan ben ik klaar. Hoeveel moet jij er nog? Vijf. Zou ik even wachten op je? Ja, ik kan. Oké, je kan het, Gerard. Je plug zo hard als je ooit geploegd hebt. Zullen we het laatste vegen? Wie is dit? Oh. Kom dan. Zo. Ik ben eerder dan Gerard. Ik ben lekker eerder klaar met mijn taakstraf dan Gerard. Gerard. Ja. Jij zegt dat je op wordt gehaald. Doei. Maar ik denk niet... Denk niet. Oh. Dit vind ik wel heel intiem hoe wij onze gegevens noteren. Lekker knuffel, hè.